Ik ben Rolof en ik organiseer de Raspberry Sessions één keer in de drie maanden. De Raspberry Sessions is een idee wat ik kreeg naar aanleiding van mijn verhuizen in dit huis. Dit is het Labrahuis op de Plompertorengracht. En in het Labrahuis is deze enorme zaal. Die werd niet zoveel gebruikt en op een gegeven moment dacht ik van nou, het is toch jammer dat die niet gebruikt wordt. Is het nou niet leuk om daar wat concerten te organiseren? Dat heb ik toen gedaan. Dat werd heel goed ontvangen. En het leuke eraan is dat het eigenlijk, het is een soort huiskamersfeer, maar het is veel groter dan dat. En dat geeft heel veel mogelijkheden om voor bandjes die al ietsje verder gevorderd zijn en iets meer in de muziekwereld zitten om hier te spelen en toch een degelijk podium te hebben en ook een leuk garage eraan over te houden. Daarnaast is het een huiskamer setting, dus het nodigt heel erg uit om mensen samen te brengen. Ik plak dat ook aan elkaar met bijvoorbeeld de mensen van Trinkarten die regelmatig dan drankjes komen brengen, Frits Cola en Club Mate, allemaal van die hele leuke, grappige frisdrankjes. Ja, dan kleed het aan met gebak en met gezelligheid. De eerste keer was 23 juni, dat was met Awkward Eye. En dat is een soort van, daar ben ik zelf zo'n beetje idolaat van. Dus ik wilde al heel graag dat hij een keer kwam spelen hier. Dat vond hij ook leuk. En dat was ook een groot succes. Was meteen volle bak. Dat was hartstikke leuk. Op 20 oktober aanstaande is Town of Saints hier om te spelen. Verder zijn er al zoveel mensen die het leuk vinden om te komen spelen. En ik heb zelf ook heel veel ideeën nog. Ik zou het eigenlijk ook nog met theater willen doen. Dat er een keer een theatergroep komt spelen. Deze 20 oktober exposeert er ook een striptekenaar van hier in huis. Genoeg te doen. Genoeg mee te maken. Ik echt zou mogen kiezen. The Tallest Man. Die zou ik willen.